Een van de sporten op de Special Olympics van aankomend weekend is botje. Zeven sporters uit de regio Nijmegen nemen aan deze speciale sport deel. Maar wat is het eigenlijk? Botje is een sport voor, uh, ja, voor iedereen. Ze kunnen een balletje uitgooien en dan met een paar ballen die ze dan zelf krijgen kunnen ze zo dicht mogelijk bij het balletje zien te komen. En dan krijg je per bal krijg je een punt die er het dichtst bij ligt. Ik werd gevraagd of ik mee zou willen doen aan de Special Olympics. En ik zei toen ja, zou wel leuk lijken. En ik ben heel erg dol op sporten. Ja, ik vind het wel leuk om, uh, ja, om mee te doen. En ook aan, die, uh, aan de opening en zo. Dat vind ik ook wel leuk. De sport was helemaal niet bekend. Uh, in tegenstelling tot Boccia, wat een grote Paralympische sport is. Nou, dit is de sport op de Special Olympics. Hij was hier uh, in het instituut niet bekend. En ik vond het heel erg belangrijk dat er ook mensen uit de omgeving uh, Groesbeek Nijmegen wiegen aan deze sport gingen meedoen, zodat we op elke sport op de Special Olympics vertegenwoordigd zijn. En daarom uh, ja, heb ik contact opgenomen met de Groesbeekse tehuizen en natuurlijk hier met Plurijn en Werkrode School. En hebben we uh, ja in ieder geval zeven mensen uh, bereid gevonden om aan deze sport mee uh, te doen. En uh, we zijn ook een tijdje, tijdje aan het trainen, zodat we goed voorbereid uh, straks aan de start uh, gaan verschijnen.